Pascal Jansen, 1-1 tegen Anderlecht. Een leuke wedstrijd voor een neutrale toeschouwer. Heb jij dat ook zo ervaren? Ja, zeker. Ik vond het leuk om naar te kijken. Ja. En met een trainingskamp in de benen, ben je dan ook tevreden met een 1-1? Nou, meer dan tevreden. Want als je kijkt wat wij deze week allemaal hebben gedaan. We hebben natuurlijk het fanatisme en de intensiteit doorgetrokken de afgelopen week. We hebben veel getraind. 2 wedstrijden gespeeld. Vandaag dan nog ook wat pijntjes zo links en rechts, waardoor je toch mensen nog wat moest sparen. En de wedstrijd door een wat kleinere groep benut moest worden. Ja. Als je dan ziet wat we aan de dag hebben gebracht, dan ben ik zeer trots. Ja, ja, en wat is volgens jou dan het verhaal van deze wedstrijd? Nou, dat we in de intensiteit en in de kwaliteit weer een stap omhoog moesten maken. Ja. Als je tegen NEC speelt en tegen Top Os, dan word je op veel minder terreinen word je uitgedaagd. En vandaag was dus de eerste serieuze stap. En ik vind dat we die vrij behoorlijk hebben genomen. Ja, tegen Top Os vertelde je over 3 verschillende fases die jij had gezien in de wedstrijd. Ja. Is dat nu hetzelfde of was dat vandaag anders voor jou? Ik vond dat we vrij aardig begonnen. Dan is er een moment, een beetje halverwege de eerste helft, dat we iets wat inkakken. Dan neemt Anderlecht het wat meer in handen. Daarna herstellen wij ons weer. En ja, is het wat gelijkwaardig. Je krijgt uiteindelijk een slordige goal krijg je tegen. Maar goed, dat is het dan. En we hebben een penalty dan gemist, maar zij hebben dan nog 2 goede kansen gehad. Behouden ze de goal. Dus het was aardig in evenwicht, vond ik zelf. De tweede helft heb ik de veldbezetting iets anders neergezet. Wilde ik ook heel graag zien. En vervolgens heb ik daar ook weer hele interessante dingen gezien waar we mee verder kunnen. Ja, want dit was ook voor het eerst een buitenlandse tegenstander. Ja. Merk je daar nog iets van in de benadering van de wedstrijd? Van onszelf bedoel je? Nou, van beide kanten. Maakt het voor jullie een andere wedstrijd? Nee, dat zit hem meer in hetgene wat ik net aangaf. Hè, in de kwaliteit en het kwaliteitsverschil ten opzichte van de eerste 2 tegenstanders. Ja. Dus dat het dan een buitenlandse ploeg is, maakt op zich niet zoveel uit. Maar je weet dat je in de kwaliteit en in de intensiteit wel meer zal moeten leveren dan de eerste 2 wedstrijden. Ja, nou, dit was een wedstrijd direct na het trainingskamp. Maar volgens mij staat er nu ook nog wel een zwaar programma voor jullie. Ja, nee, we hebben een mooi programma voor de boeg. Ja. Zwaar is iets anders. Maar we hebben 2 mooie wedstrijden. We gaan richting Genk en in het weekend hebben we Leipzig nog die we gaan spelen. Dus ja, daar kijken we enorm naar uit om ons daar weer mee te meten en kijken hoe ver we in de voorbereiding zijn weer. Ja, super. Dankjewel. Graag gedaan.